En, ja. Deze MK732, daar zijn we dus 4 jaar mee bezig geweest om te restaureren. En nu in bezit van de Luchtmacht Historische Vlucht. Ook een geweldig snel toestel. Prachtig mooi kleurenschema. Ik heb mee mogen taxiën, want het is maar voor een eenzitter. Maar toen we de toestel klaar waren, hebben we met 2 man op de vleugel gezeten. En die vlieger die gaf gas. En je wil het niet weten, het lijkt wel een Formule 1 waar. Geweldig. Spitfire dus in bezit dus nu van de Luchtmacht Historische Vlucht. Wordt gevlogen door oud-vliegers. En wordt onderhouden door de Luchtmacht Historische Vlucht zelf. Mooi, die Ronalds die er aan de onderkant op zitten. Rood, wit en blauw. Ja, zo'n Spitfire die wilde ze nog wel eens een keertje stuk gaan. Dat is die Merlin die erin ligt, Rolls-Royce Merlin, een V12 motor. Hebben we helemaal gerestaureerd, kleppen zijn eruit geweest, nieuwe krukas, alles. Toestel helemaal volledig gerestaureerd in de jaren 90. En toen Prins Bernhard.